Ik ben Fiona Kiewiet, ik ben 31 jaar en sinds januari dit jaar ben ik begonnen bij Specsavers in Den Helder en Schagen als audicien. In verband met mijn gehoorverlies ben ik in 2014 naar de audicien gestapt om te kijken of er betere mogelijkheden waren tot betrekking van hoortoestellen. Juist omdat ik weet hoe het is om op verjaardagen niet mee te kunnen komen, heeft de audicien mij gevraagd of het een idee was of ik de opleiding tot audicien wilde gaan volgen. Hij vond mij een geschikt persoon voor het vak als audicien. Toen de audicien mij vroeg om de opleiding te willen volgen tot audicien, werd ik nieuwsgierig en heb ik de uitdaging met beide handen aangepakt. Inmiddels ben ik 6,5 jaar werkzaam als audicien. Het mooie aan audicien zijn is dat je een stukje kwaliteit van leven teruggeeft. Je bent zowel technisch als administratief bezig en met mensen, waardoor het geen enkele dag hetzelfde is. Na 6 jaar merkte ik dat ik toe was aan vernieuwing. Ik heb meerdere malen gesprekken gehad met Specsavers, maar vanwege mijn vaste contract en deze onzekere tijden durfde ik de stap niet te zetten en heb ik het voor me uitgeschoven. Uiteindelijk heb ik het gedaan nadat ik meer te weten ben gekomen. Ondanks dat ik veel vooroordelen heb vernomen over Specsavers, ben ik iemand die het pas gelooft als ik het zelf heb gezien. Een van de vooroordelen die bestaan gaat over de kwaliteit van het hoortoestel. Mensen gaan ervan uit dat het gratis wordt weggegeven en twijfelen dan ook over de kwaliteit. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat we werken met goede producten en mensen gaan tevreden de deur uit.